Tijdens de zomermaanden trekken heel wat Belgen met een caravan of motorhome naar het warme zuiden. Maar wie met zijn stulpje of wielen op reis gaat en daar leuke herinneringen wil aan overhouden, mag enkele belangrijke zaken niet uit het oog verliezen. Caravans bestaan in alle soorten en maten. Van kleine oude charmante aanhangwagens tot luxe trailers met alle comfort. De familie van Lieve doet al generaties lang in de bouw en verkoop van caravans. En ook zij zelf is een fervent kampeerder. Voilà, dit is onze caravan. Mijn man en ik maken daar heel veel gebruik van. En ik denk dat je kan stellen dat deze caravan toch niet moet onderdoen voor de luxe hotelkamer. U vindt hier een heel ruim salon, mooie sterrenhemel. Natuurlijk hebben wij ook onze televisie bij. Ik heb alles wat ik nodig heb, alle luxe. We hebben natuurlijk ook een grote koelkast. De grote douche hoort er natuurlijk ook bij. Een leuk sanitair blokje. En natuurlijk het comfort van het grootste bed. Voor ons is dit echt een tweede huis op wielen. Met alle luxe. Tijdens een grote controleactie van vakantieorganisatie Passar en Goka konden zo pas honderden eigenaars hun caravan en motorhome gratis laten checken. Het doel van de actie is feitelijk ons kampeerders veiliger op vakantie laten gaan. We weten vanuit het verleden dat er nogal serieus wat ongelukken gebeurd zijn met caravans. Dat heeft velerlei oorzaken, maar toch nogal wat oorzaken in het laden van de caravan. Het grootste gewicht plaatst men best op de as. Normaal is dat het midden van de caravan. Vandaag binnen de actie weegt men de caravan onder de wielen. 480! Maar ook de kogeldruk, het gewicht van de caravan op de bolkoppeling. Cruciaal punt voor de caravan is dat die steeds verbonden blijft met trekkend voertuig. Wat controleren wij daaraan? Ten eerste de koppeling op zich, dat er weinig speling op zit. Naast de koppeling op zich is er ook nog de aanhechting van de losbreekrem. Dat is dat kabeltje dat u aan dat varkensoogje, aan dat staartje moet doen. En indien het mis zou gaan, dat die kabel de rem optrekt en dan meteen schiet, dat de caravan geremd achterblijft. 3,5 kilo. Je hebt het maximum van uw band. Dan hebt u de PSI-code. En dat is de maximum druk dat op een band mag komen staan. De dotcode geeft aan de 10e week van 2009. Dus deze band is momenteel een 2 jaar oud. En aangeraden is het dat u uw banden vervangt om de 6 jaar. Naast het verduren, de staat van de band, spreekt het ook voor zich dat hij op de gewenste druk staat. En bovendien dat de profieldiepte voldoende is. Wettelijk gezien het absolute minimum is 1,6 mm. Maar natuurlijk, als u slecht weer verwacht, want daarvoor zijn de groeven voor het afvoeren van het water. Als u slecht weer verwacht, ja, dan is hoe dieper de groef, hoe beter. Met een caravan rijden is het meer vermoeiender dan met een gewone wagen. Omdat je toch meer moet opletten. Wanneer je in de bergen begint te rijden, moet je regelmatig toch wel terugschakelen. Anders krijg je te weinig trekkracht. Wanneer dat je caravan begint te slingeren, meestal is dat door een luchtverplaatsing van een vrachtwagen. Heb ik geleerd dat je moet remmen. En dat zou dan terug je caravan in de goede baan leiden. Wij proberen toch alle twee uur en een half even onze benen te strekken. En zeker geen alcohol onderweg drinken. Hè. Wanneer dat we vertrekken, zijn we in vakantie. Dag Werner, ik vroeg mij af of dat je de busstrook mag gebruiken om rechtsaf te slaan. Ofwel of je op de middenstrook moet blijven vooraleer rechtsaf te draaien. Het is belangrijk dat je een onderscheid maakt tussen een busstrook en een bijzonder overrijdbare bedding. Een busstrook is een rijstrook die afgebakend wordt door brede onderbroken strepen waarin het woord bus staat. In deze rijstrook mag je slechts rijden om aan het eerstvolgende kruispunt van richting te veranderen. Een bijzonder overrijdbare bedding wordt afgebakend door witte doorlopende strepen. Deze bedding mag je alleen dwarsen op een kruispunt of om een aanpalend eigendom te verlaten of te bereiken. Je mag ze alleen gebruiken om langs een hindernis op de rijbaan te rijden. Heb jij ook een vraag over verkeersveiligheid? Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar kijkuit@bvv.be. Bedankt voor het kijken. Hou het veilig en graag tot volgende week.